Er komen binnenkort 2 nieuwe fastfoodketens in Rotterdam, waaronder hier eentje op Zuidplein. Als dan wethouder Sven de Lange ligt, is het non grata en komen die er niet. Maar wat vinden Rotterdammers nou van die fastfoodketens? Wat vindt u van al die fastfoodketens in Rotterdam? Ja, lekker. Mackie, Burger King, geen probleem. Ja, als het goed verdient, is het goed, toch? Ik vind het best wel te veel in de wijk komen. Nou, ik vind de fastfoodketens, ik vind het een goede zaak. Wat vindt u ervan als dat de wethouder zegt, ja, er komen geen fastfoodketens meer bij? En wat komt er dan bij? Dat is de vraag. Kan jij daar antwoord op geven? Nee, ik weet er geen antwoord op. Ik denk dat iedereen zelf moet kijken hoe je gezonder kan leven en gezonder kan eten. Nou, het hangt ook af. Je hebt zoveel verschillende fastfoodketens. Je hebt, gezonde fastfoodketens. Je hebt salades. Ik bedoel, de mensen hebben zoveel keuzes. Dus eigenlijk vind ik dat voor een stad als Rotterdam, dat er niet genoeg kan komen. Nou ja, ik vind nu al genoeg te hebben van u in de wijk, vind ik. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Want er zijn er al genoeg en de kinderen die worden daar ook helemaal niet goed van. He, ze gaan daar 's morgens al ontbijten, wat ik hoor. Gaat de prijs dus boven de gezondheid of nooit? Nou, mensen weten precies wat gezond is en niet. En ik bedoel, je moet mensen hun wil niet opleggen. Hedendaags worden mensen, allemaal de keuzes opgelegd. Ja. We moeten ook zelf bepalen. En de mensen weten precies dat je hoeveel calorieën binnenkrijgt. Als zij blijven, blijf ik bij ze eten. Als ze gaan, dan ga ik wat anders eten. Ja, toch?